Mijn naam is Dave Raamakers en super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. De zomer is natuurlijk officieel aangebroken en dat betekent dat de temperaturen weer lekker omhoog zullen gaan. Maar ja, soms zijn de temperaturen ook wel iets te hoog in Nederland. En daarom gaan we vandaag kijken of deze mini cooler iets kan zijn, ja of nee. Heb je dus in deze video en ben je ook benieuwd naar, doe dan zoveel duimpjes omhoog. Laten we voor de 83 likes gaan, dat kunnen we zeker. En wij gaan beginnen met deze review. Ja, zoals al verteld, gaan we in deze video kijken naar deze Zaan Ultra Chill. Wat is nou eigenlijk? Het is een luchtkoeler. En een tijdje geleden, ongeveer een jaar geleden, hebben jullie kunnen zien op mijn kanaal hoe ik deze DIY luchtkoeler heb gemaakt. Heb je die video trouwens nog niet gezien? Linkje staat natuurlijk in de bovenhoek. Ondanks dat hij erg goed werkt, is het natuurlijk wel een ontzettend lomp en groot gevaar om mee te nemen. En ook niet echt handig. Dus kwam ik een tijdje geleden op internet deze kleine luchtkoeler tegen. En in principe werkt hij hetzelfde. Nou, wat doet hij nou precies? Hij koelt, zoals naam al zegt, de lucht. Aan de achterkant wordt de lucht ingezogen en aan de voorkant komt de koele lucht eruit. Nou, we gaan zo meteen even kijken hoe die precies werkt, maar eerst gaan we even kijken naar het apparaat zelf. Ik heb helaas de verpakking niet meer bij de hand, omdat ik al een tijdje in gebruik heb. Maar daarom kan ik wel goed zeggen hoe deze precies werkt. Als eerste zien we een mooie bolvorm. Nou, is lekker compact zoals je ziet. Je kunt hem makkelijk naast je neerzetten op je nachtkastje bijvoorbeeld of op je bureau. Aan de achterzijde zit de luchtinlaat en de oplaadkabel. Ja, daar kan maar gelijk weer één ding uit. Dit is de oplaadkabel. Jullie herkennen me, ik hou natuurlijk van lange oplaadkabels. Maar wel een geluk, dit is gewoon een normale USB mini aansluiting. Dus je kunt eigenlijk je oude telefoon aanlader ook gebruiken. Of je kunt natuurlijk bij de Action bijvoorbeeld een USB verlenger kopen. Dus dat is eigenlijk wel zelf op te lossen. Aan de voorzijde zien we uiteindelijk waar de warme lucht uitgeblazen wordt. Oftewel de koele lucht wordt uitgeblazen. Die kun je verstellen door de flap omhoog en omlaag te beneden. Dus aan de andere kant op. Aan de voorzijde komt er een mist uit. Daar komen we later op terug. En aan de onderzijde zien we het reservoir. Hij heeft een mooie kleur erbuiten. Helaas is hij maar in één kleur te verkrijgen, zoals deze kleur. En aan de bovenkant vinden we een aantal knoppen zitten. Dat was eerst de knop voor de mist aan te zetten. We hebben een knop om een lampje aan te zetten. Dat is namelijk een ingebouwde lamp. Je kunt er niet mee lezen, bijvoorbeeld. Het is geen echte laserlamp, maar het is gewoon een mooi sfeerlampje wat hij heeft. Aan de bovenzijde zien we ook nog een USB-uitgang. En dan kun je bijvoorbeeld een extra lampje zetten. Als je bijvoorbeeld een laserlamp ervan wil maken, of bijvoorbeeld als je je telefoon wil opladen, dan kan dat natuurlijk ook. Het voordeel is, er zit ook een kleine batterij zelf in. Dus je hoeft hem niet altijd aan de oplaadkabel te hebben. Je kunt hem wel makkelijk met je meenemen. Er is nog een soort geheim vakje bij, dat is dit vakje. En het is eigenlijk wel een grappig vakje. Dit is een mini filter. En niet de filter om lucht te zuiveren. Nee, je kunt er wat aromatische olie in, bijvoorbeeld de eucalyptusolie of een andere olie. Die kun je erin schuiven. En vervolgens blaast de lucht er langs en wordt de geur mee verspreid. Dus het is niet alleen een luchtkoeler, maar ook gelijk een luchtverfrisser. De lucht komt hier aan de voorkant uit, krijgt een lekker geurtje en vervolgens gaat hier door een gordijn van mist heen. En dat is het bijzondere hieraan. Hier onderaan zit een waterreservoir, die kun je vullen met water. Dat lijkt me trouwens eigenlijk logisch bij een waterreservoir. En vervolgens wordt water via deze buis omhoog gebracht en komt hij eigenlijk hier in deze mist mee kruid. En wat er eigenlijk zorgt is dat hier voor een hele mist gaat ontstaan, een watermist eigenlijk, waar de lucht doorheen moet gaan. En we weten allemaal, water neemt warmte met zich mee. Ga maar eens een keer in een bad zitten van 20 graden. Ik kan je zeker, dat is aardig koud. Wanneer de luchttemperatuur om je heen 20 graden is, nou, dat is vrij aangenaam. Oftewel, water neemt warmte met zich mee. Dus hiervoor komt een gordijn van water te zitten. Dat zorgt ervoor dat de warmte eigenlijk met zich meegenomen wordt. Nou, vervolgens gaan we er water in doen. Ik heb hier een beker water naast me staan. Hopelijk gaat het goed. Kijk, perfect. Nou, je ziet, gaat een beker water in, met gemak zelfs. Dus er zit best wel water in. We gaan hem dicht doen. En hier moet je trouwens wel opletten. Je ziet, ik heb af en toe ook moeite mee. Als je hem wil dichtzetten, moet je goed mee opletten. Normaal gesproken zijn we gewend om eigenlijk met de klok mee te draaien om iets vast te zetten. Alleen hier moet je met de klok terugdraaien. Dus steek je de klok in en dan zit hij goed vast. Kijk, hij zit goed vast. Ik ga eerst een lampje aanzetten. Nou, ik weet niet of het weer op camera te zien is, maar er schijnt hier een heel mooi zacht lampje op je heen. De sfeerbeelden zien jullie dadelijk wel. Vervolgens kunnen we ook nog het rook gaan aanzetten. En je hoort hem dan een heel klein beetje geluid maken. En dan komt hij zo meteen een mist eigenlijk vanuit. Nou, hij is denk ik op camera niet te zien, maar ik zie wat mist vandaan komen. En zoals je ziet, hier komt het eigenlijk als op de waterdamp vandaan. En die zorgt ervoor dat de lucht gekoeld wordt. Er komt niet constant water uit, hij stuurt af en toe wat water eruit. Nou, je kunt hem harder gaan zetten. Hij staat nu op stand 1. Klikken we een keer op de linkerknop. Dan gaat hij iets harder al. Nou, ik vind het nog steeds niet echt storend klinken. Klikken we nog een keer op de knop. Dan gaat hij naar het allerhardste stand. En ik weet niet of jullie het op camera kunnen horen. Hij maakt nu wel wat geluid. Ik vind het ook niet echt herrie, maar hij maakt wel wat geluid. Ik ga hem even zacht zetten. Maar zodra hij op stand 1 staat, vind ik het eigenlijk perfect voor een slaapkamer bijvoorbeeld. Maar je ziet hier de waterlamp af en toe uitkomen. Ik ben ook heel benieuwd. Ik heb een thermometer bij me.
of we ook de temperatuur zien omlaag gaan. We gaan eerst even kijken wat de temperatuur hier zelf is. De temperatuur in de kamer is 26,2 graden. Als we hem voor gaan hangen, gaan we hem even zo plaatsen. Zo, dan gaan we even kijken of je omlaag gaat. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar de temperatuur gaat inderdaad omlaag. Van 26,2 zitten we nu op 25 graden al. En dan gaat het steeds verder omlaag naar 24,2. Ik laat hem even een tijdje staan en ben ik heel even benieuwd op welke temperatuur... Oh. Ik laat hem gewoon even een tijdje staan en gaan we kijken hoe koel de temperatuur daadwerkelijk gaat worden. Zie ik komt even een korte timelapse aan. Zie ik jullie zo meteen terug. Ik heb net de timelapse gezien en zoals je zag, de temperatuur gaat best wel snel omlaag en je kunt ze ook heel makkelijk naast je neerzetten. Een nog groot voordeel, wat ik net niet had benoemd, is dat er een accu ingebouwd zit. Dus je zag al, ja, ik laat hem op dit moment niet op. Nee, ik heb hem al opgeladen en dat betekent dat hij een tijdje met zich mee kan gaan. Natuurlijk moet ik wel zeggen, hoe harder je hem zet of als je boven de powerbank functie gaat gebruiken, ja, dan gaat de batterij natuurlijk wel sneller leeg. Maar anders kun je hem best wel een paar uur naast je neerzetten. Of simpelweg, even lang een kabeltje halen, dan kun je hem constant in de stroom zetten. Erg handig apparatus. Wel een klein naaltje. Ja, het is dus een korte oplaadkabel. En je moet even kijken, ja, hoe je het reservoir open en dicht moet zetten. Maar het reservoir is gewoon een paar keer oefenen. En die kabel, ja, ga even naar Action. Haal even een lang kabeltje voor 1, 2 euro. Of pak je oude telefoonoplader. Dan kun je makkelijk aan gaan opladen mee. Heel handig apparaat. Tenminste, ik ben heel erg tevreden mee. Maar ben ik heel benieuwd wat jullie van het apparaat vinden. Heb je het apparaat nou gehaald? Laat dan je mening onderaan de reactie achter. Ben ik heel erg benieuwd wat jullie mening van is. En wil je nou halen of meer informatie hebben? Kijk nou ook even in de videobeschrijving, want daar vind je een aantal linkjes waar je hem zelf kunt gaan halen. Vond je nou een toffe video? Doe dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En zie ik jullie graag de volgende keer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Zo'n mening en dat is op zijn Brabants. Houdoe!